Ja, wij onderzoeken nog hoe de auto gisteravond in Bergen in de Maas terecht is gekomen. We houden daarbij meerdere scenario's open. We hebben onze hoop gevestigd op gesprekken, met name met de andere inzittenden. Hè. Die moeten nog plaatsvinden, maar ook met eventueel andere getuigen. En die moeten ons duidelijkheid geven over wat er zich gisteren heeft afgespeeld en hoe die auto in de Maas terecht is gekomen. Is al duidelijk wie er aan het stuur zat? We gaan ervan uit, maar het onderzoek moet daar nog uitsluitsel over geven dat de overleden persoon, dus de mevrouw, dat die de bestuurder was. Wat gebeurt er verder nog aan het onderzoek? Auto wordt onderzocht, ook de veerstoep wordt onderzocht, heb ik gezien. Ja, we zijn nog ter plaatse voor forensisch onderzoek. Dus daar moet je bij denken aan sporenonderzoek, et cetera. We hebben een analyse van de auto gemaakt. Maar we kijken ook verder. En we komen graag in contact met getuigen. Mensen die iets gezien hebben gisteravond, die we eventueel nog niet hebben gesproken. Die mogen zich van harte bij ons melden.